Want oorspronkelijk de classes origineel maakte, is er al niet meer. Iedereen heeft turrets, iedereen heeft traps of abilities. En het is van, ja, Ja. Ik heb ook allemaal niet meer gespeeld. Ik heb ook niet meer gekeken naar wat er allemaal is uitgekomen. Maar dat vind ik wel het mooiste aan al die indie developers. Ze komen altijd wel weer met podcasts van, ja, dit is de nieuwe update, dit wordt allemaal gediscussed en we hopen dat mensen naar uitkijken. Oké. Ja. Dank je wel voor de update. Hou je ook even wat super potions? Ik maak eerst nog de laatste battles onder in de SSN af. Oké. Rijk rustig maar even naar Lieutenant Search. Best joh. Nou, wacht. Nee, ik kan wel eerst even iets anders eens doen. Even de bike voucher ophalen. Handig. Haha, moet wel gebeuren. Wat is nog meer? Ja, ik ga zo meteen even kijken wat de Steam Summer Sale is. Summer Sale, Winter Sale. Misschien zit er nog iets leuks tussen, maar ik denk het niet. Kijk, ik heb al gezegd, Spyro Reignited ga ik direct kopen op Steam, wanneer dat uit is. Mm-hmm. En ik hoop dat Atlas ook gaat doen van, oké, Persona 5 was zo succesvol, gooi het ook op PC. Nou, dat gaat eerder in de Switch komen, denk ik nu. Ja, waarschijnlijk ook, maar... Als ze dat niet doen, dan denk ik, waarom de fuck zit Joker er dan in? Ik ben hoopvol. Nou, waarom zit Cloud erin? Nou, omdat Final Fantasy 7 lichtelijk uitkomt volgend jaar. Ja? Voor de Switch. Zeker weten? Want we hebben nog steeds helemaal niks gehoord over die remake. Nee, ik heb het gewoon over de normale Final Fantasy 7. Oh, de oorspronkelijke. Ja, die komt naar de Switch. Oh, kom collect. Oké, misschien niet. Bijna alle Final Fantasies komen op de Switch. Bijna alle. Dat is interessant. Dat wist jij niet. Nee. Dat was in de laatste direct. Dat was bijna 10 minuten lang. Deze Final Fantasy komt. En deze Final Fantasy komt. En deze Final Fantasy komt. En deze Final Fantasy komt. Welke direct was dat? September? Ja, geen idee. Zal ik het even snel voor je opzoeken? Doe maar. Zit zometeen toch in de vuilnispakpuzzel vast, dus ik kan nog ergens zoveel games opgooien. Final Fantasy 7 zie ik al. Kijk, als alleen maar... Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10, Final Fantasy X-2? Final Fantasy 12, Final Fantasy 15 Pocket Edition, World of Final Fantasy, Final Fantasy Chronicles. Volgens mij komt er dan nog meer uit. Oké, maar geen Final Fantasy 6. Of 8. Volgens mij wel hoor. Nou, waarschijnlijk ook, want alleen maar 7 en 9 doen als ik zo van... 9 is sowieso raar. Want 9 kwam uit... 7, 8, 7, 9, 10 en 12 will be on Switch. Oké, dus geen 6. Nou ja, oké, prima. Ja, en 6 ook. Oké. Ja, dat zijn echt de sterren eigenlijk. 4 kan je omspelen op de DS, dus zou ik raar vinden als die... Resident Evil 4 Remastered komt ook naar de Switch, dus... Oh, ja, Resident Evil. Oh... Wat? Goed? Slecht? Kut? Dat is heel goed. Toegeven, dat zijn van die games die letterlijk op alles geport zijn. Ja, dus? Als het werkt, dan maakt het toch geen reet uit? Nee, klopt. En het zijn ook echt van die games waar je gewoon letterlijk... Kies de emulator op een vibe op wil runnen. En kan je nog zeggen van, je doet hem op PC. Zo, super potions. Heb ik alle trainers hier gehad, dan ga ik op zoek naar de oplossing voor de afval. Pak.
zo. Maar die winter sales waarschijnlijk tot aan nieuwjaar of niet? Hm? Die winter sale. Dat durf ik niet te zeggen. Ach, ik denk over. Nee, kijk soms in nog wel even. En we beginnen weer opnieuw. Die prullenbak is zo'n nazi. Ja, stuk. En dat is ook dat ik de enige puzzel in heel Pokémon waar ik altijd mee zit te klooien. Met de rest is altijd van, oké. Okay. Zo. En hoppakee. Nee. En ja, niks. Zo. Nope. Oké, waar ik altijd wel mee ben, is wanneer de vuilnisbakpuzzel in de hoek zit. Want dan is het heel van, oké, het is hier. Hi, Serge. Wat is TM44? Rest. Pak open. TM8. Body Slam. Oh, dat is zonde. Die ga ik niet verkopen. Die heb ik direct gewoon een wikker te verliezen. Oh, dat is op zich een slecht idee, nee. Hey, je hebt hem toch, dus... heb je tenminste iets beter dan Mega Punch? Ja, iets wat ook gewoon raakt. Ja. En heb je ook een vierde move. Mooi. Hier daar inderdaad de gym gaan doen. Nee, waar ik wel volgend jaar naar uitkijk, zijn bepaalde anime's die uitkomen. Want ik ben heel veel light novels aan het lezen. En light novels worden steeds populairder. Dus heel veel van die light novels worden nu ook omgezet tot anime. En dat vind ik wel geinig om te zien. Ik heb voor kerst iets leuks gehad. Wat heb je voor kerst gekregen dan? Death Note Blu-ray collectors ding. Maar Harm, ja. Je moet nog beginnen aan Brotherhood. Ja, yeah, I know. I need to watch so many stuff and I don't have any fucking time. I sometimes hate my life because I can't. Yeah. I don't have time to watch anything. Ik vind het ook soms zo leuk dat je dat wanneer je even over een heel serieus onderwerp gaat hebben, jij opeens in het Engels schiet. Dat ik wat doe? Dat je dan naar het Engels schiet, vind ik wel geinig. Oh yeah. So, sorry, English is. I like English. English is makkelijk. It's easier than Dutch. It's comfy. I can express myself better in English than in Dutch. Is mijn vraag aan jou. Kan je een beetje de rocktunnel blind? Nee. Oké. Okay. Wow. First try. It opened. Let's go search. Want ik loop nu rustig terug naar Cerulean. Ik kan mooi de routes doen. Oh, als ik dood ga, jongen. Als ik dood ga. Oh. Wacht, heb ik geheeld? Dat is een goede vraag. Oh, for fuck's sake. Had je ook nog gezegd super potions? Toen zei van, nee, ja, die heb ik gekocht. Oké, dan is het goed. I'm in the leveled. Ik vind het persoonlijk van niet, we zitten mooi op een level. Maar hangt er vanaf welke mon je gebruikt, hè? Sonic Boom, oh, for fuck's. Zo. Screech. I'm just scared for Raichu. Yep. Pikachu. Nope, not switching. Had ik al geheeld? Absorb. Ja, ik had al geheeld. He gives an XP to Pikachu, like what the fuck? Dat is de Pikachu, hè? Oh, Absorb doet half damage, what the fuck? Ja, gewoon als je... Joh, blijf maar Growl spammen, joh. Niks mis mee. Het beste wat je kan gewoon is gewoon je Wigglytuff of je Gloom gebruiken. Ja, dat doe ik ook. Only right you left. Mooi. Hier gaan we gelijk eerst even poisonen en dan hebben we in ieder geval dat alvast geregeld.
In ieder geval damage blijft houden. Absorb. Ja, je geeft me niks speed, doe eens gek. Hop, minor full health. Spamming growl. I don't mind it at all, Surge. Nee. Doe je ding. Ga gerust je gang. Je sterft toch weer langzaam met hout. Nee, we zetten deze even in. Hebben we daar nog een halfway. Growl again. Poisoned again. Absorbed again. Growl again. Poisoned again. Absorbed again. Oh, he uses Thunder Shock. It does 6 damage. He's paralyzed. I'm paralyzed. He's poisoned. I'm paralyzed. Thunder Shock. 52 health. Left. Poison. I'm paralyzed. He uses Thunder Shock. He's poisoned. He dies. And this was the easiest gym battle I've had in my entire fucking life. Er is geen gym easier nu geweest dan ever. Mooi. Alleen maar absorb, poison, powder en cut gebruikt voor de rest. Passo. T24, dat is Thunderbolt. Ja, mooi bewaren. Voor? Gewoon even bewaren. Oh, je backfoucher is ook niet vergeten. Die pak ik al eerst even halen voordat ik ga healen. Die vergeet ik 100%. Oké, dan gaan we Victor van mooi levelen. Ik denk van, oh, misschien kan ik nog een Pershing krijgen. Komt die in Orders met stuntspoor. Oké, dan geen Pershing meer. Dan geen Pershing. Mooi maar levelen met deze. Zo. En je weet, met een beetje geluk kunnen we zo meteen... hebben we zo meteen een Pokémon in de reserve. Hallo, we hebben nog maar 10 minuten. Ach, zoveel trainers heb je niet. In de reserve, we hebben maar 5 mons. We hebben maar 5 mons en je hebt 2 routes. Wel lekker. Boven een Pokémon Center wordt gezien als een aparte route. Oké, moet ik daar eens wel komen, maat? In 10 minuten. Borderlands Sales Team, leuk. Voor 10 heb je alles in Borderlands. Alles. Nou, leuk. Ik heb met jou Borderlands 2 gedaan, dat vond ik genoeg. Ik vond ook knap dat we hebben uitgespeeld. Ja. Ook al vind ik wel toe, de boss was niet echt leuk. Was überhaupt wat leuk aan die game? Ik vond het idee leuk, vond de humor leuk. Meh. Daar was ook echt alles mee gezegd. Maar ja, je weet het, wanneer ik een shooter speel, enige wat ik wil is, kan ik erin meeleiden? Nee, oké. Okay. Zo, even de Helix Fossil dumpen, de SS Antic dumpen. TM28 dumpen. HM1 dumpen. TM24 dumpen. En dat zit. Oké, hebben we die klaar. Oké. Zo, nemen we daar nog en dan zet ik in dat hoekje. Kijk, wat we daar kunnen vangen. Koop even iets wat we nog niet hebben gezien. Mooi. Ja, zoals dit. Met een biedrol zet ik zo van prima. Het is een beetje, tenminste een keer iets anders. Badabadabadabadam. Ik begin wel mooi op levels te komen, maar ja, dan mag de mons beginnen nu ook beter moves te krijgen. Kut. Zo. The Witcher, 85% off. Leuk. Dat zijn ook gewoon games, daar begin je aan en die eindig je nooit. Mooi. Oh okay, ja, je kan ik ze registeren. Oké, en Rattata. Volgens mij hadden we die al een keer, hè?
Ja. Het lijkt net alsof we een live Pokédex aan het maken zijn. Mooi. Ik ben wel blij dat er fiets in de game zit, zeg. Maar ik blijf het vinden dat je in een rolstoel zit. Nou, niet dan. Zo, als je hier met je handen aandraait, weet je wel. Nee, ik snap hem. Oké, volgende is een... zesgevoel. Ik zou er echt een moord voor doen. Nou, dat vind ik nog het mooiste. Wanneer jij en ik X en Y's in de moon gaan doen... Dan kunnen we altijd zeggen van... Hey, Harm, wil je... Harm, jij wilt toch liever deze? Ja, ruilen we even. Mooi. Ja, nee, dat vind ik persoonlijk wel het mooiste aan die games. Kijk, dat had je ook kunnen doen als ik op de 3DS Blue en Silver zou hebben. Zou je via de 3DS publiek kunnen ruilen of niet? Ja. Ja. Alleen dan is de vraag hoe de fuck doen we Ruby en Sapphire in Diamond and Pearl. Nou, Ruby Sapphire zou ik dan eerder de DS games doen. Ja, moet je Horus weer doen. Weer? Ja, ik bedoel, dan moet je weer... Oh, dan ga je eigenlijk van Horus dan weer naar Diamond and Pearl. Ah. Zo bedoel ik het. Zo, wat is Arbok Sprite van achter apart, zeg? Oké, ik ga nog één keer iets checken en dan zeg ik fuck it, ik vang een Rattata. Ik zie nu ineens de tweet verschijnen. Een herinnering, 20 maart gaat u naar de stembus. Ik denk, het is fucking eind december. Oh. Ja, ik kan niet meer op Twitter. Wat heb je gedaan? Nou, niks. Wat heb ik gedaan? Wat heeft YouTube gedaan? Ja, want ik zag ineens mijn tweetdeck en ik had geen PRD meer. Weet je wat er gaat mee is? Nou. Omdat je zoveel hebt gespamd, zien ze het als een bot. Dus, de eerste verificatie is... Bent u een robot? Nee, oké, je kunt weer door. Tweede verificatie is, ja, we sturen iets via de sms. Nou oké, prima. Derde verificatie is, we gaan je bellen. Ja, dat doen we niet. Dus... Ik kan niet meer... Tenzij ik voordat ze me... Ja, dat doen we. Poker, dat is gewoon poef. Poef. Qua Twitter, ja. Dit vind ik ook zo geinig. Nu wil ik een Rattata vangen, krijg ik alleen mijn Sandshrew en Spiro. Huh. Dank u, Rattata. Morgen, Beedrill. Oh, ik ben bij die trainer, oké. Okay. Dan vang ik even deze Rattata, ga helemaal mooi eens vangen en dan... Met een beetje geluk kunnen we al net bij dat stuk komen. En anders skippen we een paar trainers. Level 23, Shelly. Nog een Beedrill. Bam. Bam. Die slaapt. Pokeball. 1, 2, 3. Ik heb een Rattata. Laat me. Ja, moeder Maria, medelijden met me. Ja, dan moet je wel, dat is fijn, hè? Een Rattata. Zou ik het ook gaan doen? Als je iets... Blue Hyperfang is niet een slechte move. Hyperfang is helemaal niet slecht als move. Het is meer zo van... Oké. Gooi me weg. Wat is het? Nee, gooi me weg. Oh, je hebt het gekilled? I killed it. Oké. I used Water Gun only! Ja, en it killed! It was killed! Goh, het is een fucking Rattata, hè. Rattata! Oké, geen Rattata dus. Oké, prima. Ja, nu wil ik wel eigenlijk die mond vangen net boven Pokémon Center. Dan moet je opschieten. Ja, ik ga zo snel mogelijk die kant proberen op te gaan. Ja, ik wil graag een volledig team. Ik wil dat ding vol hebben. Ja, maar ik pes je niet mee. Nee, klopt. Maar toch. Fuck it, pak een D7. En als ik het goed doe, kan ik alle trainers skippen vanaf wanneer ik deze trainer heb gehad. Kunnen tenminste even kijken of we iets kunnen vangen.
In dat opzicht vind ik Fire Emblem Leaf Green is dan wel iets beter. Gooit wat meer variaties op de hoed. Kwam er niet om. Ook heeft die game weer wat andere problemen. Lama, ik moet er één fucking trainen. Garopri. Oh, daar ben je ook niet bezig. Bijna met één bubbelbeam weg. Net één HP over. Ja, dat is ook echt zo van, oké, meneer, ik vind het hartstikke... Of, jongeman, ik vind het hartstikke mooi. Je hebt een level 20 Caterpie. Wat wil je nog met je leven? Nou, die Caterpie is dood. Gewoon als body slammen. En alles komt langzaam maar zeker mooi richting de level 30 aan. Enige waar niet in gebruik is Weeping Bell, maar ja, ik heb twee Crash Poisons, dus... Oh, ik gebruik alles gewoon. Nou ja, als ik een Ivysaur heb en ik heb een waarom zou ik dan vaak die Weeping Bell gebruiken? Trying to learn Bite, nice. Bite is toch normal? Ja, Bite is in deze normal. Dag Tackle! Vraag me alleen niet hoeveel beter die is in verhouding tot Tackle. Noah. Kans op Flinch, okay, oh wacht, Flinch. Ik ben net boven dat stuk. Even healen en dan probeer eens te vangen. Maar als het goed is, zijn die van level 18 naar 19, dus echt levelen hoeven we ze niet. Please, laat het even iets zijn wat we nog niet echt hebben gehad. Laat het Koffing zijn, wie weet. Koffing zou mooi zijn. En Spiro. Hebben we al gehad. Koffing, Venonet. Cubone kan je hier niet krijgen. Venonet is een nieuwe encounter, hè? Potop. Venonet was een nieuwe encounter, hè? Ja, ik kom geen Venonet tegen. Ik gaf het als puur als voorbeeld van deze monster die krijgen. Maar mijn account er net boven ding is een Voltorb. Nice. Dat is... iets anders. 1. 2. Nope. Wel level 14, maar... kan ik wel meenemen. Ik heb Voltorb. Even healen en dan ga ik ook een mond vangen. Net voor tijd. Ja. Gaan we gezellig e-mails beantwoorden? Yay. Happy fucking do. Oké, we slaven de Rattata. Stoppen die even in de nooit gevangen box. En dan halen we de Voltorb. Hey, ook een Voltorb. Ja, daar ga ik ook maar voor. Ja? Doe een fucking electric type, hallo. Nee, klopt. Fucking snelste Pokémon die er is. Ja, en ik zit ook niet zo in van... Einde van de game kunnen we wel wisselen in dingen. Ja, klopt. Attack 15, Defense 21, Speed 35. Wait, what? Mooi. Ook doet er bijna op run. Dan moet je een beetje gaan flippen, denk ik. Nou, niet echt, want de volgende sessie hebben we dan Rock Tunnel, maar... Van die encounters wordt Johnny echt vrolijk. Want nou, hij is niet aan het slapen, dus dan kan ik nu een pokeball gaan gooien. Serieus. Ik durf hem niet aan te vallen. Moet je ook dat niet doen. Gewoon pokeballs op flikkeren. Ja, ik heb er niet zoveel, dat is een beetje het punt. Hoeveel heb je daar? Zeg of 13. Beoorlijken. Nou, mijn levels zijn niet mooi. Ik heb een Wigglytuff van 26. Een Weeping Bell van 21. Een Ivysaur van 29. Wacht, ik kan rap doen. Een Meowth van 25. Een Sandslash van 24. En nu een Voltorb van 14. Ik heb wel mooi dat nummer 100 is. Jij hebt hem? Ja. Mooi, kan ik opschrijven. Route 8.
Voltorp. Oké, mooi. Ga ik zeven. Oké. Hoppakee. Dan zeg ik bedankt voor het kijken naar deze afleveringen van... Ja. Ja. Doe maar een poging. Pokémon Red and Blue Soul Link Generations achter iets. Reken hem goed. Graag tot de volgende keer. Later. Tot later.